Wat wel aan de hand is momenteel, is dat ze her en der met flessen spirits lopen te klooien. Zo Rotterdams gezegd. De bedoeling zal zijn om iets in de brand te steken, maar ze kunnen jou ook in de brand steken. Dus, maar goed, houd het goed in de gaten. En als je jongeren ziet met spiritus, geef dat door. Nou, jullie hebben allemaal al trainingen gehad en je weet wat je moet doen. Dus signalen doorgeven enzovoort. Maar buurtvaders zijn er echt alleen maar om waar te nemen. Dus daar kun je ook af en toe contact mee hebben. Wees wel selectief met wat je wel en wat je niet gaat blussen. Hetzelfde gaat hem straks nodig om iemand anders... Auto's of huizen en dat soort dingen is belangrijker. Die gasten... Want die foto is net in het kwartier. Daarom...